Hallo allemaal, Tom de van Frontrunners. In deze video wil ik je uitnodigen voor de genezingscampagne in Twente. Die we doen van 31 maart tot 2 april. Maar ik wil ook even kort terugblikken op de Revival Week die we net achter de rug hebben. Wat een geweldige week met een bevrijdingsdienst waar zoveel mensen bevrijd werden. Vervolgens de genezingsdienst waar gewoon aan de lopende band wonderen gebeurden. Mensen met krukken en rolstoelen die binnenkwamen, die zonder naar huis konden. Uh, doven die gingen horen. Gewoon wonder na wonder na wonder. De getuigenissen blijven nog binnenstromen van mensen die met vergroeiingen die recht zijn. Zulke gave wonderen. En we hebben een victory night gehad. Echt de tegenwoordigheid van God viel. Een geweldige heilige geestavond. Uh, meer dan honderd dopelingen. Tientallen keuzes voor Jezus. Uh, honderden mensen vervuld met de heilige geest. We hebben gewoon een geweldige revival week gehad. En God is aan het bewegen in Nederland. En ik wil je ook van harte uitnodigen voor de genezingscampagne in Twente. Van 31 maart tot 2 april. Ik zou zeggen, kom er naartoe. Neem mensen mee die ziek zijn. Misschien ben je zelf ziek. Kom in geloof, kom in verwachting voor een wonder. Neem mensen mee. Misschien ben je niet ziek, maar kom gewoon. Om te genieten van wat God doet. En ook om zelf hierin te leren. Want het is voor iedere gelovige. En ik geloof gewoon dat het heel inspirerend zal zijn voor veel mensen. Om er gewoon te zijn en te zien wat God doet in ons land. God beweegt in Nederland met wonderen, tekenen, genezingen. En ik verwacht ook die campagne honderden wonderen en genezingen. Laatst zeiden we een campagne in Groningen. En iemand dat de directe wonderen zit te tellen. En in maar een paar dagen had die persoon 234 wonderen geteld. Van mensen die direct konden getuigen dat ze van dingen genezen waren. En natuurlijk zijn er daarnaast nog, weet ik voor hoeveel mensen die achteraf. Thuis erachter komen of dingen die ze hebben die ze niet direct kunnen testen. Dus kom naar Twente, 31 maart tot 2 april. Registreer gratis je tickets in de link onder deze video. We verwachten de kracht van God. Zoals die er was in de evangeliën. Zoals die er was in het boek Handelingen. Want Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dus registreer je, kom er naartoe en ik zie eruit wat God daar allemaal gaat doen.